Yo, alles lekker! Alles lekker? Ja man, welkom, welkom, welkom. Dit is... De exclusieve house tour. Heel sick. De eerste van Nederland. Ik heb alleen maar verhalen gehoord over jouw huis. Ja, ja, ja. En wij mogen een kijkje nemen. Ja, ik kan niet alles laten zien, dan zijn we een uur bezig. Ja. Maar ik kan wel een lekkere preview geven. Nou, let's go, laten we eens gaan kijken. Zie je al veel kunst? Ja, ik ben wel echt van mijn kunst. Ik vind kunst gewoon tof. Het ziet er mooi uit. Het is een leuke investering. Het is creatief. Ja. Ja. Dat is ook waarom je zo dik in de NFT zit nu. Ook? Ja, 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 dat ja, is de, ja, ja. De digitale kunst. Maar wat mij het meeste opvalt is natuurlijk de schilderijen zijn mooi en bright. Maar dit ding. En er staat dit ertussen. Ja, wil je iets heel tof zien? Ja. Kijk, ik heb dus een hele grote sleutel. Dit is dus een kunstkabinet uit West-Vlaanderen. Ja. En dit is dus echt uit de 16e eeuw. Echt super oud. Maar hij komt dus met zo'n geheim vakje hier. Kijk. En dan gaat hij zo helemaal open. En dan kan je hier dus al je drugs in verstoppen. Ja, voor de feestjes. Precies. Ja, elk laadje kan je iets anders in doen. Holy leuk shit. Toch? Ja. Boots brown on my when I pop out like a lion. Briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman. Killed that. In the AM, going real fast. UK, honey, at the drill that ponds me. Bailed out, no conflict. Kijk, heb jij een zwembad op je... Wow. Ja, maar het is echt Hollands weer vandaag. Ja, het regent. Dit is welcome to Amsterdam. Ik kan hem wel... Ik trek mijn schoenen even aan. Dan doe ik hem wel open. Ik heb mijn schoenen kwijt. Ja. Mijn huis is te groot. Ja, dat snap ik. Oh, hier staan ze. Als je het nu op Funda zou zetten, hè? Ja. Wat zou de prijs daar zijn, denk je? Ik denk dat hij wel voor een goede 4,5, misschien 5 zou gaan. Ja, ja, ja. 16.000 euro. Ja, ja, ja. Met ja. Zwembad erbij. Ik heb het gevoel dat er in elk hoek van het huis wel iets gebeurt. Ja, leuk toch? Het is ja, ervaring ik vind het alsof op zich. Ik een entertainer ben, weet je. Ja, maar ik bedoel, hier, kijk, de vleugel. Kan je piano spelen? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja, ja. Kan jij piano spelen? Ik heel goed. Echt? Ja, laat moet je laat jij even anders ja, wat ik zien? Ik laat even wat zien. Ja? Ja? Ja, prachtig. Echt heel mooi. Goed, hè? Ja. Doe je het al lang? Tijdje. Tof. Ik heb een teamsong geschreven. Echt? Ja, van de film. Wauw. Mag ik eens proberen? Ja. Ja? Oké. Oh, zo? Ja. Wauw, dit gaat heel goed. Je pakt hem goed over, zeg. Ja, hè? Zal ik één hand proberen? Ja. Oké, komt-ie. Oh, deze is wel heel lastig. Ja, maar je doet het goed, hoor, met één hand. Wacht, weet je, let op. Ja? Met mijn lul. Nee. Oh! Oh! Ja! Ik heb dus al, dit gaat voor mij te ver! Dit gaat voor mij te ver! Ja, kom op! Ja, nee. Sorry hoor! Hij is heel zwaar! Nee, grapje. Het is een piano die zichzelf speelt. Holy shit! Wie heeft er een zelfspelende piano? Wanneer denk je bij jezelf, ik verdien zo goed mijn centen dat ik een zelfspelende piano wil hebben? Ja, zelfrijdende auto's, zelfspelende piano's. De toekomst. Precies. Kerk de Kleine. We sluiten de house tour hier af. Zo. En, want de volgende keer jij moet je gewoon half, even... Jij was half trouwens, ik schoot net een halfje even in, bij maar... Kwebbel zelf kijken. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was day one. Dankjewel. Wie denken jullie dat er wint? Laat het even weten in de comments. Heb ik weer de korte stok? Je hebt de kleine. Ja, ik heb weer de korte keu. Oké, dan gaan we. Dit was hem, de eerste house tour op day one. Tot kijk en later. Gaat hij erin?